Ik ben in 1988 begonnen met lesgeven. Ja, sinds de jaren 90 werkte ik samen met verschillende kinderkoren die af en toe een aanvulling gaven, onder andere voor Rutte's Gloria en andere werken, dus projectmatig met verschillende kinderkoren. Vanaf 2006 heb ik een eigen jeugdgroep gestart, die inmiddels is uitgegroeid tot één groep van de basisschoolleeftijd en één groep van de middelbare schoolleeftijd. Zij krijgen ook danslessen. Inmiddels werken we ook aan een workshop acteren. Dus aan allerlei kanten wordt eigenlijk gewerkt, behalve vocaal, ook aan presentatie, aan bewegen. En dat wordt ook eigenlijk wel weer meegenomen binnen de volwassen koorgroep. Daar zijn altijd mensen die dat ook leuk vinden. Dus die mogen dat ook bijwonen vanzelf. Liever, hoe meer hoe liever. En die wisselwerking is ook bijzonder inspirerend. Het eerste jaar mochten we gelijk al naar Praag. Waar we waren uitgenodigd om mee te doen om het Requiem van Mozart uit te voeren. En op de terugweg zei ik ook al van, nou ja, het voelt net als een warm bad. Het is dus een eigen familie eigenlijk wat heel veel naar elkaar omkijkt. En ja, het is echt heel leuk om hier bij deel van uit te mogen maken. Ja, je leert ervan en je gaat natuurlijk ook op school, ga je soms wel eens liedjes zingen en ja, dan kun je wel goed zingen, dus ik vind het wel leuk, ja. Nou, en dat zie je bij de jonge kinderen, is het plezier vooral in de combinatie zang en dans. Nou, dat is eigenlijk niet te doen, want het zijn twee hele moeilijke disciplines, gelijktijdig ook nog. Maar ja, omdat ze het zo graag doen, dat zie je ook, ja, het floreert wel. Zij is niet een dirigent die door een groep is ingehuurd, maar het is haar club. En dat geeft wel een speciale sfeer. En het is eigenlijk één grote vriendengroep. I'm from Australia and we have just both had the most incredulous evening. I have just spent 24 hours longer actually on a flight from Australia. And this tonight has been just a wonderful experience. Het werk van Cavoca is vooral met amateurzangers en een aantal mensen die zich daar verder in gespecialiseerd hebben, dus semi-profs of profs. En het blijft natuurlijk een niet-commerciële bezigheid, zeker in Nederland. Dus het werk wat wij doen verdient niet wat het zou verdienen. En daarom moeten wij toch steeds een beroep doen op sponsoren die van harte bereid zijn om het prachtige culturele werk van Cavoca financieel te ondersteunen. En we proberen dit jaar ook onze vleugels uit te slaan via crowdfunding. En mocht u geïnspireerd zijn door onze filmpjes, dan probeer ons financieel te ondersteunen. Enorm veel dank.